Goedemorgen. U bent een beetje vroeg, het museum is nog niet open. En u bent van de Mary Servaas fanclub, zie ik aan de shirts. Ik ga even kijken wat ik voor u kan doen. Mexico. Mary Servaas. Mexico. Mexico. Mevrouw Jongerius? Ja, hallo. Hoe is het daar beneden? Nou, het is hier wel fijn. Ja, is het fijn? Wit, hè, daar en hier. Wit is een mooie kleur. Is wit een kleur? Wit is een kleur, ja. Ik denk altijd dat als mensen alles wit hebben, dat ze niet goed weten wat ze willen. Oh, ja, ik zou ook kunnen dat ze stilte willen. Jij doet toch ook iets met kleur? Ik ben bezig met industriële kleuren, dus zeg maar niet de toepassing van een kleur. Maar hoe het palet samengesteld is in de industrie, een industrieel kleurenpalet. Een industrieel kleurenpakket. Is dat zoiets? Ja. Oh, het hele vaasje. Oh, geeft niks hoor, laat maar liggen. Oh ja, nee, maar dan gaan we hem toch wel even redden. Nee, ik maak zelf vazen. Ja, daar moeten we dan toch wel aandacht aan besteden. Goedemorgen. Goedemorgen. Mijn naam is Brechtje van der Laar. Welkom. U bent van de fanclub van Mary Servaas. Ja. De zangeres zonder naam. En ik heb begrepen dat u vooral naar aardewerk en porselein. Ja, ja. Dan komt u maar mee. Dit is de garderobe. Je pakt zo'n touwtje. Ja, deze bijvoorbeeld. En daar komt hij naar beneden, ziet u. Nou, je hangt dus je jas om die klerenhanger. En dan kan je hem zo omhoog hijsen. Op slot. En je sleutel mee. Oké, heeft iedereen hem? Komt u maar met mij mee. Mevrouw. Hele goeiemiddag. Kan ik u ergens mee helpen? Jazeker. Ik heb iets meegenomen. Nou, kijk aan. Het heeft voor mij heel veel emotionele waarde. Mijn moeder is vorig jaar overleden. Ja, oké. Ik vroeg me af, Boijmans misschien het tentoon wilde spreiden, omdat het gewoon toch een heel aardig, prachtig werkje is, dacht ik zo. Oké. Nou, moet ik u helaas teleurstellen in deze. Want het is eigenlijk vrij duidelijk dat dit geen porselein is. Het is een aardig werkje, maar het is ook een aardewerkje. Nou, waar kan je dit aan zien? Het is misschien aardig om even wat hedendaags porselein te zien. Dit is de Petra Verberne collectie. En dan staan er hier een aantal van Ken Eastman. Daar heeft hij de berk genomen als vorm. En daar heeft hij elke keer de keramiek omheen gevormd. Dus je voelt de boom nog steeds. De spanning van de boom zit in de vorm van de keramiek gegoten. Ken Eastman is een Schotse keramist. Woont diep in de bossen. Dus heeft altijd als inspiratie bomen. Ja? Komt u maar mee. Jij maakt toch vazen? Ik zag er net een heleboel ingepakt staan. Beneden voor
voor jouw tentoonstelling. Van rubber, geborduurd. Waarom doe je dat? Doordat de decoratie communiceert met degene die hem koopt, denk ik dat er producten ontstaan die je langer om je heen wil hebben. En ik ga er op een gegeven moment borduren in een vaas, omdat ik uit de textiele wereld zie ik prachtige decoraties. En daarvan kan je zeggen, dat is geen design meer, want er zit geen functie meer aan de vaas. Je kan hem niet meer gebruiken voor de bloemen. Maar het is wel voor mij het bevragen van het vak. Dus op dat moment maak je misschien een ding wat niet de functie heeft zoals waar design over gaat. Dus hij valt misschien over het randje heen en dan kan je hem weggooien. Dan kan je zeggen, dit product mag niet bestaan, want het is niet in de letter design. Maar het is voor mij het onderzoek naar de randen van het vak. Ja, je ziet meteen staan, made in China. Dat betekent dat het in China is gemaakt. Maar wat wij hier tentoonstellen is vooral het Europese rococo porselein. Spreidt u ook Chinese werkjes tentoon? Nou, ook dit is geen Chinese porselein. Want u zegt net made in China. Ja, dit aardewerkje is in China gemaakt. Maar het is en blijft een aardewerkje en geen porselein. En bij de Europese porselijnfabrieken hebben allemaal een eigen merkteken. Nou, de meest bekende porseleinfabriek is de Meissenfabriek. En die hebben twee blauwe zwaartjes. Nou, waarom... Hier zitten geen twee blauwe zwaartjes op? Nee, helaas. Dit is een vitrinekast. En hierin staan porseleinen figuurtjes. Dat kwam van de Chinezen af en het was niet bekend hoe dat gemaakt werd. Dat was een groot geheim, hoe je porselein moest vervaardigen. En toen is dat geheim is verraden aan de Oostenrijkers, onder andere de stof kaolin. En dat was in het plaatsje Meissen, was dat een kleisoort die in contact was gekomen met hete vulkanische gassen. En daardoor heel wit was. En de speciale bakmethode. Nou, en daar kwam meneer Kentler, een beeldhouwer. En die heeft eigenlijk deze vorm bedacht. Dus die kleine hoftafreeltjes van paardjes of een herderinnetje. En ik weet niet, wat de zangeres zonder naam hiervan... Het was uiteindelijk Hangus en haar neven. Wat zegt u? Het was Hangus en haar neven. Ja. Ja, echt wat glimt en wat mooi was voor haar ogen. Nou, dat had ze in huis. Ze kreeg ook vaak beeldjes. Ja. En of het nou Delft blauw was, of het is in Oostenrijk toestanden. Maar ze zei altijd van, ja, ik vind dat mooi, dat rijkon, het geeft een rijk gevoel. Want ze heeft natuurlijk ook armoede gekend vroeger, want het... in die jaren. En, ja. En toen ze als zanger en soldaat natuurlijk bekend werd, ja, toen dan is ze natuurlijk ook een beetje een statussymbool geworden. En daar is ze, dan moet ik er ook rijk uitzien. Dus er zijn, als je ontwerper bent, er een aantal kleuren. Dit is van een fabrikant. Maar er is industrieel afgesproken, zijn er zeg maar, noem maar even 500 kleuren. Misschien zijn het er 1000, maar er is een bepaald palet afgesproken. En daar moet je als ontwerper, met die kleuren moet je het doen. Daarbuiten kan je niks kiezen, want dat is dan niet industrieel. Dat kan je niet verder seriematig inzetten. Jij kan dus niet zomaar een kleur gebruiken die je mooi vindt? Er is heel veel meer te maken. Maar dat wordt allemaal veel duurder als je een rijker palet zou maken. Maar het allerbelangrijkste is dat de industriële kleuren die worden getest. Op bijvoorbeeld een van de testen is dat de kleur in de ochtend hetzelfde moet zijn als in de avond. Ja. Dat ze zeg maar constant zijn over de hele dag. Ja. En ik denk dat dat nou juist de kwaliteit van een kleur is. Als die met je meeleeft, met het licht ademt, dat vind ik, daar gaat een kleur over. Een kleur moet licht ademen. Ik vind die met die haan het mooiste. En waarom dan? Ja, zo teder. Het meisje gaat die haan eten geven. En dan moet zij ervan de moeder doen. Ja. Wat je tegenwoordig maakt, is allemaal kits, is allemaal glad, vindt het niks aan. Dit vind ik wel mooi. Ja, en daar vindt u verschil tussen? Nee, daar ben ik geïnteresseerd tussen dit en zeg maar wat mensen kitsch noemen. Dat ziet nou, ik noem misschien kitsch, dat hele moderne. Waar we net waren. Loop ik niet warm voor, dit wel. Dat, in die andere zaal? Ja. Dit is kunst, de ander van kitsch. Waarom dan? Dat heb je toch niet, waar is een stukken? Je ziet zoiets, ik heb het nog niet eens uit, wat het is. Je hebt een stuk aarde en dan komt daar een beetje deuk in.
Dit is toch veel mooier. Moet het op iets lijken om kunst te zijn? Ik wil weten wat ik dan zie. Dat ik zie wat ik zie. Het is een vaasje met mooie rozen. Ja, dat is. Ik denk de koningin dit ook wel op staan thuis. Ja. Zou het? Ik zou het wel denken. Ja hoor. Ja, dat is het. Ja, ja, toch? Ja, dat blijft mooi. Vonden jullie die andere glazen dingen mooi? Nee, vind ik ook niet zo. Ik zet er nog een bos tulpen op in. Dit gaat niet vervelen om naar te kijken. Nee. Nee. De waarde, nou, dan zou ik u toch wel even kunnen kijken. Ja, ik zou dit meer wel schatten op een waarde van, nou, in ieder geval wel. Ook qua onderhoud, het is niet echt beschadigd geraakt. Toch wel hier nog een beetje vuiligheid erop zit. Maar kan ik toch zeggen dat het tussen de, ja, nou, bovenwaarde zou ik zeggen. Nou, ik denk dat je uitkomt op, nou ja. Ik denk je mag dat het gewoon ruw schatten hoor. Iets het is niet van een ruwe schatting zou maken, zou het, ja, rond de. Ja, toch ergens tussen de. Nou ja, om en nabij zou ik uitkomen. Ja, zou ik toch wel uitkomen. Ja, omdat het ook van aardewerk is. Ja, rond de €3. Tippeltappeltippel. Bedankt voor uw tijd. Ja, ook u nog een hele fijne middag. Er is een industriële revolutie geweest, is standaardisering geweest. Daar is een heleboel kwaliteit verloren gegaan. Niet alleen in kleur, maar ook in andere productiemethodes. Daarvan denk ik, moeten we weer een stap terug doen. We moeten weer kijken, wat is kwaliteit? Is kwaliteit dat de mensen niet kunnen klagen? Dat ze precies krijgen wat ze besteld hebben? Of is kwaliteit een product die een individualiteit bezit? Ja, je kan bijna zeggen waar nog bloed in zit. Waar de sporen van het handmatige in zitten, waar ambacht in zit. Mijn interesse is echt om het onderzoek wat ik doe uiteindelijk te verbinden met industrie. Dus dat het industrieel vervaardigd wordt. Je werkt ook samen met grote bedrijven, toch? Ja, ja. Het mag dus ook herhaalbaar zijn wat je maakt. Dat is de juiste bedoeling, hè? In het onderzoek maak ik ook dingen die natuurlijk alleen eenmalig bestaan. Maar uiteindelijk komt al het experiment wordt vervaardigd in grote series. Dus ik ben echt een industrieel ontwerper. En dat persoonlijke, dat wil ik nou juist verbinden met industrie. Dus een individueel stuk seriematig gemaakt. Dat is zeg maar de kern van mijn werk. Bent u hier uw jassen weer op? Dit wordt een lied van afscheidswoorden. Ik zong mijn levenslied voor iedereen die het graag hoorde. Ik heb gedacht waar u van hield en voor kritiek.